dat is toch wel die blonde mevrouw, ja. Ja, goedendag allemaal. Dutch Inside, we zijn er weer. Extra filmpje met Raymond van Barneveld. Raymond, we gaan proberen een klein beetje in je ziel te kruipen. We willen jouw favoriete dingen weten. Okay. Dus ik zeg iets en probeer zo snel mogelijk, nou, je mag er even over nadenken, ja, je favoriete te noemen. Oké. Okay. Je favoriete film. The Lord of the Rings. Ja, alle drie dan, hè. Het is een drie. Ik kan weer niet kiezen. The Return of the King. Ja. Okay. Je favoriete voetballer? Johan Cruijff. Favoriete boek? Ik lees heel weinig boeken. Telefoon eigenlijk nooit. Ja. Oké. Okay. Favoriete artiest? Artiest? Ja, nou, dat zegt al genoeg. Hè, dat ik er eigenlijk al over na moet denken. Maar ja, ik heb toch wel heel erg gevoel met Elvis Presley. Je favoriete drankje? Ik heb wel eens weer aan. Je favoriete actrice? Heb ik niet zo 1, 2, 3, nee. Favoriete sportvrouw? Sportvrouw? Inge de Bruin. Favoriete tegenstander? Ja, dat is geen Phil Taylor, nee. Michael. Favoriete plaat? Of cd bedoel je dus? Ja, ik heb een speciaal, jij bent wat ouder, ja, dus jij weet nog wat een plaat is. Ja, Eye of the Tiger, een Survivor natuurlijk. Ja. Favoriete tv-programma? Ik vond, ik kijk heel veel series. Ik vond Sons of Anarchy, vond ik echt een geweldige serie. Ja. Je favoriete darter? Mijn favoriete darter, dat is altijd Erik Bristow geweest. Ja. Je favoriete eten? Japans. Je favoriete walk-on muziek, behalve die van jezelf? Ik vind die van Gary Anderson wel cool. Ja. Ja. En je favoriete walk-on? Behalve die van jezelf? Peter Wright. Ja. Je voelt hem al komen, hè? Je favoriete walk-on girl? Ja, dat is toch wel die blonde mevrouw, ja. Ik ben even de naam kwijt. Maar je wil zo blond is. Nee, het is natuurlijk. Door de loop der jaren er komen al supermooie modellen. Dus, maar ik vind van deze twee, vind ik wel, ze hebben ook echt iets met darts. Ze gaan ook echt leuk om met iedereen, met mensen van de security en met de spelers. En ze zijn ook geïnteresseerd. En daarom vind ik hun gewoon twee toppers en twee schatten van mij er gewoon. Je favoriete beroep, als het geen darter is? Postbode. Moeilijker nu. Ja. Je favoriete huishoudklusje? Nou, de vuilniszak buiten zetten zou ik maar zeggen, want meer is het niet. Je favoriete vakantieland? Amerika. Ja. Je favoriete podium? Ja, Alexander Palace. Je favoriete mastercaller? Nou, dat is heel lang Fitzmaurice geweest, maar als ik zou moeten kiezen, George Noble. Ja. En de laatste? Je favoriete finish? Ja, dat is 76. Daar is alles mee begonnen. Raymond, hartstikke bedankt. We kennen je wat beter nu. Ja, is goed.